ene of de andere reden. Schakelen we over naar de andere mat. Schakelen we over naar de andere mat, kwestie van het overzichtelijk te maken. Ja. En ondertussen staat, geloof ik, de Nederlander voor. De Nederlander staat inderdaad voor met de Juko, dat is Alex Smeets. Won vorig jaar het toernooi van Budapest. En hij neemt het op tegen Adrian Croitoru. En Croitoru, of Croitoru, is de vice-Europese kampioen van vorig jaar. En was derde, goed voor brons, in 91. Smeets verloor in de halve finale met Vasari van de Fransman Pascal Taillot deze voormiddag. Terwijl Croitoru door Abdi Magomadov naar de herkansingen werd verwezen, waar hij twee keer won. Eén keer met Joko en één keer met Ipon. Een mooie binnenwaartse weeg van Smeets, Oichi Gary. Ze hadden daar wel eventueel een coca voor kunnen geven, wat ze niet doen. En de Roemeen heeft zich blijkbaar geblesseerd aan de bil. Ja. Heeft op het laatste moment geprobeerd vanuit die techniek te draaien. En waarschijnlijk een beetje geforceerd. Ondertussen wint Smeets nog altijd. Hij staat zo met Juko. Ik neem aan dat de Griekse televisie van Tatami veranderd is omdat... ook de Nederlanders deze beelden overnemen, terwijl niemand uit Rusland of Litouwen geïnteresseerd is in de beelden. En dat men dan wijselijk toch maar naar A, tatami A is getrokken. Maar men had dat misschien toch wel voor de overzichtelijkheid vroeger kunnen doen. Ja. Op de andere mat is het nog altijd gelijk opgaan, Judo. Hier, 22 jaar, Adrian Croitoru. Wel ook Alex Smeets, nieuw is in die Nederlandse ploeg. Ja, opvolger van Ben Spijkers. De bronzen medaille op de Olympische Spelen van Seoul. De Nederlanders hebben bijna een volledig nieuwe ploeg. En de kreet die u hoorde was voor Oleg Maltsev. Ja, hij scoorde in Ipon. Die brons heeft gepakt op de andere mat. Maar we blijven toch tatami aanvolgen. Ja, Smeets werd in de hoek geduwd en nu heeft hij wel een beetje risico genomen door op de knieën aan te vallen. Maar dan zijn we schetsen. Gauw geneigd om strafpunten uit te delen. Hij wordt weer in die hoek gedrukt. Dat is niet zo goed, ja. We zijn een beetje wegdraaid ervan. Ja, dat is een mooie aanval. Het brengt geen scoren op, maar ze kunnen met in elk geval geen passiviteit verwijten. Nog een minuut en 1 minuut en 20 seconden. Zeer sterke aanval van de Roemeen. Maar ik kreeg de Nederlander niet helemaal rond. Nee, die kwam goed op zijn knieën terecht. Ze zitten beide kapot, denk ik. Eventueel een strafpunt kan krijgen, ja. Als je door kan, moet je ook dikwijls recht vechten. Als je te gebogen vecht, is dat een defensieve houding en dan krijg je strafpunt. Een judo dus voor maar dat is Smeets. Ja, dat is geen kwaad. Er staat nog altijd met Juko voor.
En dat betekent dus een Juko voor Smeet, die had hij al. En een Koka nu voor de Roemeen Croitoru. Ja, nog 20 seconden. Normaal mag de Nederlander dat niet meer uit handen geven. Nee, maar we weten nooit. Slechts 20 seconden te gaan. Nu, op de Olympische Spelen in Barcelona was het ongeveer op 20 seconden van het einde dat Harry van Barneveld in de kamp voor het brons zijn voorsprong teniet zag gaan. Ja, de Roemeen stelt even om een eventuele trappunt. Ja, het is niet Alex Smeets die het brons pakt samen met de Rus Maltsev. Alex Smeets dus de bronzen medaille. En dan maken we ons nu op voor de lichtste meisjes van de dag. Dat is de categorie waar Gella van de Kaveijen straks voor het goud zal kampen en waar we dus al zeker zijn van een medaille. Dat wordt goud of zilver, laten we hopen goud. En het zal wellicht de kamp van Catherine Fleury worden, neem ik aan. Tienen zal volgen, terwijl we nog een paar bewegingen van die kamp tussen Croitoru en ja, de beweging die ze niet hebben laten zien, geloof ik. Croitoru en Smeets bekijken. Ja. Taitoshi. Ja. Ze laten een beweging zien die geen scoren heeft opgeleverd.